Hey, ik heb vandaag een keer iets anders voor jullie, namelijk een soort shopblog. Ja, ik vond het wel leuk om dat ook eens te laten zien. Ja, ik doe wel meer dan alleen maar sporten en goed eten en weet ik het. Dus ik had gevraagd of jullie het leuk vonden om dit te zien en jullie zeiden ja, dus ik dacht ja, waarom niet? Dit zijn allemaal dingetjes die ik over loop van tijd verzameld heb. Ik heb het niet in één keer gekocht. Dus dit heb ik een beetje verzameld en een paar dingen online en een paar dingen in de stad. Dus ja, dat ga ik jullie eventjes laten zien. Sowieso, de eerste is al deze blouse die ik hier aan heb. Die is van de Zara. En die kost geloof ik maar 20 euro. En ik vind hem echt super schattig. Hij heeft van die grote mouwen. Ik zal hem straks nog eventjes beter laten zien. En ja, dus dat is eigenlijk de eerste. Hij is echt heel leuk. Ik heb hem zelf dan zo opgeknoopt. Want het is een heel lang, wijd model. Dus dat is eigenlijk de eerste al. Die vind ik heel erg leuk. Dan nog iets van de Zara. Doe het even per winkel, dat lijkt me handig. Even kijken hoe dit zit. Dat is dit shirtje. En die heeft hier zo'n touwtje die je dan knoopt voor. En achter heeft hij een kleine cut-out in je rug. Dus dat vond ik heel erg leuk. Deze was geloof ik ook niet zo duur. Ik geloof ook tegen de 20 euro. En ja, ik vond het wel een heel leuk kleurtje voor de zomer. Ik heb eigenlijk niet echt iets geels en ik vind het wel heel leuk. Dus deze. Ook van de Zara, dit is echt een heel tof ding, is deze broek. Hij is best wel lang. Hij is net boven je enkels, denk ik. En ja, als je klein bent zoals ik, dan is hij iets langer. Aan de voorkant moet je hem hier nog strikken. En het is eigenlijk gewoon lekker een hele wijde, lekkere, lossige broek. Ik heb hier al een ander model ook van. Die is bijna hetzelfde als deze, maar dan het zwart-wit. En ze hadden hem nu weer en die andere was veel te groot geworden. Dus ik dacht, die ga ik meteen meenemen. Hij was ook maar 20 euro. En dit is echt ideaal als het straks echt mooi weer is. Ook voor op vakantie en zo. Met een sandaaltje, lekker casual. Of juist met een leuke hak. En dan kan hij juist weer heel netjes. Dus deze is echt heel erg leuk. En ze hebben hem nog. Dus als je hem ook wil, ze hebben er ook weer andere kleurtjes van en zo. En nog een dingetje van de Zara. Zara vind ik altijd een heel leuke winkel. Is deze. Ik ben helemaal dol op embroidery. Ik kan alles met embroidery wel gaan kopen. En ja, deze dus ook. En het is verder een transparant shirtje. Heel simpel eigenlijk. Ik geloof dat die 16 euro was. En die heb ik laatst al een paar keer gedragen. En hij staat er echt super leuk. Dus deze is ook echt heel erg schattig. Nog het andere van de Zara. Dat is echt erg. Deze heb ik echt nog maar net. Dus het kaartje zit er zelfs nog aan. Dat is deze. Het is een shortje, maar er zit zo'n omslagdingetje over. Zodat het net een rokje lijkt. En hij heeft heel schattige van die raffeltjes hier. Hoe noem je dat ook weer? Roesjes. Ja, echt lekker schattig, wijd, lekker meisjesachtig, lekker zomers met van die bloemetjes. En ik zie het helemaal voor me met een wit crop topje of zo. En dan lekker zo'n mooi strak shirtje, omdat deze al een beetje wijlossig is. Ja, dat gaat er echt super leuk uit. Leuk met een paar sandaaltjes of zo. Alleen ja, eerst nog mooi weer. Oh, en deze was 20 euro. Dan ben ik naar de Topshop geweest in Amsterdam. Echt een van mijn favoriete winkels. En daar kocht ik onder andere dit shirtje. Lekker simpel, maar leuk onderkant en leuk detailtje zo. En aan de achterkant is hij net iets lager uitgesneden. Ja, die vond ik gewoon heel erg schattig. Ik vond de kleur heel mooi. En die kostte ook 20 euro. Ik heb ook nog een broek gekocht bij de Topshop. Die heb ik nu aan. Ja. Ik ben dol op de broeken van Topshop. Ik heb het Jamie model. Dit is ook weer een Jamie model. Ik heb hem wel in iets van 5, 6 kleuren. En dat zijn ook echt de enige broeken die ik eigenlijk bijna draag momenteel. Ze zijn gewoon heel stretchy, heel high-waisted. Ze zitten perfect bij mijn taille en bij mijn benen en mijn billen. En dat heb ik bijna nooit met broeken. Dit zijn gewoon perfecte broeken gewoon voor meiden die veel trainen. En die dus gewoon wel wat breder bij hun benen en zo zijn, maar wel een smalle taille hebben. Dus ja, echt een super broekie. Echt een aanrader. Ik vergeet helemaal dat ik nog meer van de Zara had. Die had ik online gekocht. Onder andere dit gele shirtje. Nog iets geels. Ik vind het geel echt heel leuk in de zomer. Een witte broek is het ook heel leuk, denk ik. En die vond ik echt heel schattig. En die kost €15,95. Nou, voor €15,95 neem ik die mee hoor. Dan heb ik nog deze, ook van de Zara. Dat is de laatste. Die zit aan de voorkant met van die haakjes vast. En hij heeft een off-shoulder mouwtje. Heel schattig. Ik vind de kleur ook weer super leuk. De achterkant is zo. En het is een kort modelletje en hij valt een beetje wijer. Maar dat vind ik ook wel heel leuk staan. Ik twijfel nog een heel klein beetje of ik hem hou of niet. Maar ik denk het wel. Want hij was ook maar €17,95. En ik vind hem wel echt heel erg schattig.
Ja, ik denk dat die kleur ook wel heel leuk is als je lekker bruin bent en zo. En die kan ook heel lekker op een witte broek, maar ook gewoon op een spijkerbroek. Dat vind ik echt heel erg cute. Dus sowieso, ik ben dol op die off-shoulder maaltjes. Maar bij heel veel shirtjes, als je dan zo doet dat dat helemaal omhoog schiet en dan ziet het er niet meer uit. En bij deze blijft die wel redelijk goed zitten, dus dat is wel een voordeel. Ja, ik vind het wel echt heel erg schattig. Denk ik die ook wel gewoon hou. Gaan we door naar de H&M. Dit rokje kocht ik een tijdje geleden al. Maar ik heb het natuurlijk nog niet aan kunnen doen, want het was slecht weer. Hij heeft wat leuke patroontjes erin zitten. En hij is een beetje geraafd aan de onderkant. Gewoon een simpel spijkerrokje, die zit gewoon leuk. En niks mis mee, volgens mij was die €25. Dan heb ik nog dit basic jurkje, ook van H&M. Weer iets geels, hij is best lang, maar nou ja, tot boven je knie wel hoor. En ik wil dit dan dragen met een riempje om je taille. En dan zit hij vet lekker wijd. En dat vind ik echt een heel leuk manier om zulke jurkjes te dragen. En dan gewoon een leuk bruin riempje of zo, leuke bruine sandaaltjes eronder. Ja, dat vind ik echt heel leuk. En ik vind het echt, dit is echt de ultieme zomerkleur. Gewoon echt van dat oranje geel is het. Ik vind het heel mooi. Vooral als je bruin bent. Vooral bij getinte meisjes zou het ook heel mooi staan, denk ik. Maar ja, ik moet het maar bij mijn huidje doen. Ik geloof dat deze €10 of €15 was. Het staat er niet op. Dan heb ik nog dit hele simpele shirtje van de H&M. Een simpel rood hemdje. Maar met van die dubbele gekruiste bandjes aan de achterkant. Heel leuk. Gewoon lekker simpel op een shortje of op een broek. Altijd goed. En wat kostte het? Ik heb volgens mij nog geen... Voor mij was het €10 trouwens, ja. Ik geloof dat het €10 was. Gewoon lekker makkelijk, een beetje wijd. Ja, gewoon prima. Altijd handig om te hebben. De laatste. Dat is deze. Ja, ik weet niet zo goed wat ik hiermee moet. Hij is heel erg leuk. Maar kijk. En dan kan je hier aantrekken dat hij dan... Dat je daar je taille accentueert, zeg maar. En ook off-shoulder, hij is heel leuk. Alleen dit, tussen die knoop, gaat openstaan, zeg maar. Ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet. En dan de bovenste knoop los doen, dat ziet er ook echt niet uit. Dus ja, ik weet niet wat ik hiermee moet. Of ik die hou of niet. Ik had hem online besteld, dus daar twijfel ik nog een beetje over. Wat vinden jullie? Houden of niet houden? Dan heb ik nog tassen gekocht. Ik was zo iemand die koop een keer een tas en daar ben ik heel trouw aan en die hou ik altijd en die gebruik ik overal voor en dan geeft hij zich helemaal stuk en dan kan ik geen nieuwe leuk vinden. En dat was nu wel eens nodig en net de Glamour Day een tijdje geleden kocht ik deze bij de Zara, bij de Sasha met embroidery hier, want ik ben dol op embroidery en hij is lekker groot en wel lekker makkelijk gewoon. Er zitten wat spulletjes in nu. Hij heeft wel gewoon een rits aan de bovenkant zodat je hem gewoon dicht kan doen, wat ik heel fijn vind. Ik vind het niet prettig als mijn tas niet dicht kan, of als ik naar de stad ga of zo. Maar ja, deze vind ik echt super leuk. Hij is lekker simpel, maar dit maakt het gewoon even specialer. En hij was €40 en ik had dan 20% korting. Maar ja, dan ga je naar de Zara en dan zie je er ook nog een leuke tas. Die hebben altijd zulke leuke tassen. En dat was deze. En ik wil al heel lang zo'n modelletje. Ik vind dat echt heel erg schattig. En zo zit hij dan, zeg maar. Echt heel cute. En die kleur is ook super leuk. En hij was maar €20. En ja, dan kan ik dat dan niet echt laten liggen. En ja, er zitten ook nog van die dingen bij dat je hem gewoon als schoudertas kan dragen, zeg maar. Dan kan je hem zo doen. Er zit zo'n ding bij. Maar ja, ik vind hem op die andere manier veel leuker. Dus ik draag hem gewoon lekker als tote bag. Of hoe noem je dat? Bucket bag. Ja, echt super schattig. €20 dus. Koopje. En ja, dat was eigenlijk wat ik gekocht heb. Ik ben er best snel doorheen gegaan. Ik hoop dat jullie het toch leuk vonden om het eventjes te zien. En ja, laat me weten of je het leuk vindt als ik dit soort dingen vaker doe. Ik wil sowieso ook nog bijvoorbeeld een sportkledingcollectie filmpje opnemen. Ook met try-ons erbij en zo. Dus ja, laat me even weten wat je hiervan vond. Of ik het vaker moet doen. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!